Hey kijkers van dit kanaal Uitslaars, welkom bij alweer een gloednieuwe Minecraft custom map gemaakt door een van jullie. Vandaag spelen we de map, ik heb geen idee, de map heette letterlijk map die hij heeft doorgestuurd, maar de map is gemaakt door Wortel8. Ik denk als ik hierop klik dan, oh het begint al, dat was niet helemaal de bedoeling, maar goed, wacht, ik moet even eerst wat dingen uitleggen. Er zat een custom texture pack bij, zoals jullie hier ook al kunnen zien. Als je even naar boven kijkt, dan zie je daar ook mijn gezicht in plaats van de zon. Dus de zon is gewoon mijn gezicht. En ja, de map is gemaakt door Wortel8. Hij is 14 keer dood gegaan, zo te zien. Dus dat moeten we proberen om daar voorbij te komen. Ik ben heel benieuwd. Mocht je dit allemaal een super veel zin in hebben, druk dan zeker even op het duimpje omhoog. En dan gaan we... Oké, wat is nacht? Oh mijn god, nacht ben ook ik. En dag bij... wat vet. Oké, wacht. We gaan gewoon even lezen. Stond, welkom Lars. Leuk dat je mijn map speelt. Dit is een minigame map gemaakt door Wortel8. Je wordt geteleporteerd naar het begin. Oké, ik ben benieuwd. We gaan gewoon beginnen. Veel plezier. Dankjewel. We gaan gewoon lekker... Oké. Dropper. Level 1. Mijn land in water. Oké. We gaan in het water proberen landen. Dat kan niet heel moeilijk zijn. Ik ga gewoon proberen om niet dood te gaan. Maar het eerste wat me opvalt, ziet er echt heel leuk uit. Dus ik ben heel benieuwd. Zeker omdat er ook een custom texture pack bij zit, ben ik heel benieuwd wat hij ervan heeft gemaakt precies. Nou, we gaan hier even onder in het water vallen. Kijk eens aan, dat was niet zo heel moeilijk. Zijn hier ook nog speciale dingetjes te vinden? Of kan ik hier op? Ik kan er niet op. Waarom kan ik er niet op? Oh, hier kan ik er wel op. Oké. Zijn er nog leuke dingen te vinden? Volgens mij niet. Ik ga gewoon door. Ik ga gewoon hierheen. Hop, op de knop. Dropper, level 2, zomer. Oké, zomer. Ik ben benieuwd. Oké, daar is het water. Hij heeft het moeilijk genoeg gemaakt, zo te zien. Even kijken. Oh, vanaf hier moet het wel te doen zijn, zou je zeggen. Het zijn allemaal één blok dingen. Nee! Oh, wat jammer. Oké, ik wil niet voorbij zijn. 14 deaths. We moeten eronder blijven. Het moet. We gaan het proberen. Oh. Ja, oké. Gelukkig. Oké, we gaan door. Op naar level nummer 3. Regenboog. Oké, ik ben benieuwd of deze... Oh, daar moet ik helemaal heen. Oh, wauw. Hij heeft het... Hij maakt het me niet bepaald makkelijk, merk ik. Nee. Wauw, wat is dit moeilijk. Ik wil niet voorbij 14 deaths. Wat is de beste manier? Hij heeft gewoon twee latten eroverheen gelegd, joh. Daarheen. Ah, man. Is dat überhaupt... Misschien moet ik van de andere kant eens gaan kijken. Misschien dat dat beter gaat. Even kijken... Nee, ook niet. Het klopt niet. Ik denk al. Iets voelt er zo raar. Die blokken die zijn allemaal groter gemaakt. Lijkt nu net of het 4 bij 4 of 2 bij 2 blokken is in plaats van 1 bij 1. Maar het zijn allemaal gewoon wel blokken van 1. Dat is wel even... Kom op! Waarom is dit zo moeilijk? Dat gaat mijn score. Echt, het wordt 3 keer niks vandaag. Ik denk dat ik Wortel niet kan verslaan. Wortel 8. Dat gaat hem niet worden. Ik wacht nog maar 4 deaths hebben. En ik heb zo'n vermoeden dat de map niet is afgelopen na dit level. En het is ook echt heel moeilijk. Het is echt heel moeilijk deze dropper. Nou. Oh, er zal vast een of andere tactiek zijn hoe je het makkelijker kunt halen. Zit er niet ergens anders water nog verstopt? Ik denk het niet. Dit is zo moeilijk. Oh nee. Ik viel er nog in toen ik al dood was. We gaan gewoon recht vooruit. Kom op. Nou, ik stoot weer mijn hoofd. Ik wil niet meer. Nee. Weer bijna. Ik wil niet meer. Het is zo ongelooflijk moeilijk. Nee. En dan ga ik er voorbij. Oh mijn god. Eindelijk ben ik ver genoeg om het te kunnen halen. En dan ga ik er voorbij. Dan ga ik over het gat heen. Oh my god. Nee. Nee. Ik ben er zo dichtbij. Ik ben het zo... Ik vind het echt helemaal niet meer leuk. Ik vind het echt een vreselijke map. Hoe heeft hij ooit 14 keer dit gedaan? Heeft hij het 100 keer geprobeerd of zo? 100 keer helemaal opnieuw die map gedaan. Alleen maar om 14 deaths te krijgen. En ik zit al op 64. Dat meen je toch niet? Ik ben letterlijk 63, nu 64 keer dood gegaan. Alleen in deze dropper al. Ja! Ja! Gewoon... Eindelijk! Ongelooflijk! Wat is dit een ongelooflijke pestkop. Oprecht. Gelukkig geen nieuwe droppers meer, daar word ik heel blij van. Schiet alle doelwitten kapot. Oké, kijk, weet je, dat kan ik wel. Daar wil ik nog wel voor gaan. Dat is niet het moeilijkste, hoop ik. Ik vind het er heel leuk uitzien. Eerlijk, het zijn leuke karretjes. Ik heb wel genoeg pijlen hiervoor, dus dat is wel zo fijn. Achter gaan een hele minecart, kijk eens aan, gesniped.
Jij ook, kom terug. Oh, daar is hij. Nee, hij gaat te hard. Wat? Die was raak. Die was ook raak. Ik wil niet meer. Zo, oké, nu dan. Tja, die is raak. Daarboven zit er nog één. Iets hoger. Iets lager, zo. Nog wat lager, zo. Nee, nog wat lager. Nou, ga er af. Waarom ben ik zo slecht in boven? Kijk, dat bedoel ik. Zo. En nu hier nog één. De allerlaatste. Kan ik hier op gaan staan? Ja, dat kan. Er zit een kuil. Er zit een kuil. Oh, nice. Parcours met effecten. Oké. Okay. Blauw geeft speed. Oké. Okay. Groen zal dan wel jump boost geven. Ja. Bruin geeft... Oh, slowness. Dat is niet zo prettig. Dan hebben we hier speed. Met jump boost en slowness. En dan hebben we hier een... Wat is dit? Oh, moet je kijken! Die heeft hier een hele achtergrond. Kijk, maar hij heeft overal mijn hoofd neergezet. Vind ik echt heel grappig. Zo, oké, we gaan omhoog. Oh, oké, hierheen. Omhoog, omhoog. Nog een keer omhoog. Waar moeten we? Moeten we hier naartoe? Ik denk dat we daar naartoe moeten. Zo, oh, ik denk dat we... Daar hadden we ook wel heen kunnen, denk ik trouwens. Maar goed, we gaan nu even hierheen. Zo, gaan we hier omhoog. Ik denk dat die blokken checkpoints zijn. Die, de golden. Zo. Nee. Kijk, ja, een checkpoint. Het valt me wel op dat ik hier veel minder vaak doodga dan bij die dropper van net. Behalve als dit zo doorgaat. Dat werkt natuurlijk niet. Maar het is niet zo moeilijk als de dropper. Zo, we gaan gewoon rustig vanaf hier. Dat kan niet. Ik moet denk ik eerder springen voordat ik over die blauwe heen ga. Want dit maakt het wel heel erg moeilijk. Wacht, we kunnen natuurlijk ook gewoon zo er langs op rennen. Hey, tactieken. Tip, vermijd de slowness. Was dat voor deze jump? Ik denk het wel. Oké. Okay. Ah, oké, okay, nice. Dit werkt. Omhoog, ja, nog een keer. En nog een keer omhoog. Ja, oké, het scheelde heel weinig. Zo, oké, okay, nou. Ik heb in ieder geval de checkpoint. Daar ben ik heel blij mee. Oh man, ik probeer zo laat mogelijk te springen, maar het is niet makkelijk. Oh wow, deze jump is pittig. Zo. Oh, hij is echt moeilijk. Oké, okay, nice, we hebben hem. Dat betekent dat we hier nu omhoog kunnen. En yes, find the button. Oh, dit lijkt heel erg op het Minecraft-rijk waar we net hebben. Dit is het Minecraft-gebied waar we net hebben gezeten. Oké, okay. Nu moeten we dus een... knopje zoeken. Nou, we zullen maar eens in het huis beginnen, want daar zit hij toch nooit. Nee, precies. Eens even kijken. Wat hebben we dan hier allemaal te vinden? We hebben hier water. Hier zit hij niet. Oké, zit hij hier ergens? Nee, ook niet. Waar zou ik een knop verstoppen als ik hier een map maken was? Op een berg steen zou zomaar kunnen. Of in de boom. In een boom, dat is ook een goede plek om een knop te verstoppen. Als je dan opspringen, zo. Dan komen we hier. Kunnen we vanaf hier iets? Nee, niet echt. Behalve dat we een heel mooi uitzicht hebben. Moeten we daar opkomen? Ik heb gewoon een soort vermoeden dat we daar op moeten. Dat zou wel een goede verstopplek zijn. Moeten we eerst hier kijken? Zit hij hier? Hij zit sowieso... Zit hij... Nee, ik kan het niet zien. Zit hier een knop? Volgens mij zit hier geen knop. Hij heeft het weer niet makkelijk gemaakt. Hè, wat jammer nou. Het zou ook... Als je gewoon eens één level een keer lekker makkelijk zou maken. Maar dat doet hij niet. Nee. Zo, op het huis. Op het huis. Dit was de knop, toch? Ja, kijk eens aan. Find the button level 2. Oh, nu heeft het... Waar is het huis heen? Het huis is weg. Oké, maar het hele gebied is nu... Oh, jezus. Het hele gebied is nu vereist. En hier is nog wel een kleine woestijn. Een soort half bevroren woestijn. Zit hier nu de knop? Oh, nu is het dicht. Hij is dicht. Hij heeft het gat dicht gemaakt... Waar zit die knop? Zit, het ding is, als je sneeuwlandschap hebt, dan verstoppen mensen altijd knoppen bij allemaal van die sneeuwlaagjes. Omdat je daar heel makkelijk kleine gaatjes kunt maken. Maar dat zit hier nergens. Hij heeft gewoon overal hele blokken gebruikt. Behalve hier, oké. Wedden dat de knop in deze berg zit. Ik weet echt 999% zeker. Zie je? Hier heb je er zo een. Wedden dat... Ja, ik heb je door. Een mini-quiz, oké. Green Hill, zo'n wat... Oh, beluister een liedje. Oké. We gaan even... Staat mijn geluid hoog genoeg? Ik zal hem even voor jullie wat harder zetten. Dan kunnen jullie ook meeluisteren. Daar gaan we. Ja, die kennen we. We are number one.
Hey, oké, ja, dat is nummer 1. Nog een liedje. Ik krijg allemaal copyright strikes dadelijk, maar dat moet kunnen. Oh, wat? You can't touch this. Ik wou zeggen, can't touch this. Oké, de Minecraft naam is natuurlijk, waar staat die? Wortel 8. Kijk eens aan. Ja, het staat ook hier rechts. Dat had je misschien niet moeten doen. Maar goed. Elytra vliegen. Kijk, dat vind ik leuk. Ik zal het geluid even zachter zetten. Anders krijgen jullie straks allemaal koppijn. Dat moeten we niet hebben. Oké. We gaan de Elytra opzetten. En we gaan kijken of we het kunnen halen. Doel vliegt tot het... Oké. Dit gaat meteen... Ik ben hier zo goed in. Dit gaat meteen helemaal goed. Kom op. Er doorheen. Hier doorheen. Oké. Ja. Oké, nice. Een checkpointje zo te zien. Kijk, daar word ik nou heel blij van. Zo, we gaan er overheen fladderen. Oh, nee. Dat scheelde zo weinig. Oké, we gaan... fladder er doorheen. Ja, hier ook doorheen. Hier doorheen. Nee. Het is moeilijk, hoor. Hij heeft het niet makkelijk gemaakt. Het is niet makkelijk. Maar... het is denk ik wel te doen. Als we even goed ons best doen. Jemig, het eerste stuk was wel iets makkelijker. Maar, wij geven de moed niet op. Dat is niet het plan voor vandaag. Zo, we gaan de Russen hier doorheen. Ja, hier doorheen. Hier rechts, links, rechts, rechts. Ah, ik haal het niet. Ik neem aan dat we door die ring heen moeten. Als het niet lukt, ga ik echt niet door die ring. Oh, ik kan ook zo trouwens, denk ik. Oh, er zitten barriers. Hij heeft barriers neergezet. Hij is slim. Nee, hij heeft hersenen. Zo, hierheen. Oh, dat is zo moeilijk. Oh, dat werkt niet, inderdaad. Ja! Oké, heb ik nu een checkpoint? Nee! De checkpoint zit hier beneden. Ik moet die checkpoint hebben. Anders dan kunnen we dadelijk opnieuw beginnen. Zo, oké. Hopelijk is dit iets makkelijker dan net. Oh, we moeten... Oké. Dit is wel te doen, denk ik. Ik denk niet dat we... Daar is de uitgang. Ik denk dat eerlijk gezegd de bedoeling was dat we vanaf daarheen zijn gevlogen. Maar goed, dit werkt ook wel, denk ik. Zo, we gaan even hierheen. Oh, we kunnen er ook gewoon meteen zo in één keer heen vliegen, denk ik. Kijk eens aan. Zo, klik en speedrun. Oké, wat staat hier? Tip, gebruik alleen W om te lopen. Gebruik A en D. Oh, en gebruik A en D. En gebruik A en D niet. Oké, dat staat er. Je FOV lager zetten kan ook helpen. Ik ga het proberen. Ik ga alleen W inhouden. Volgens mij heb ik niet meer... Oh, dus ik heb nog wel speed. Oké, ja. Tot nu toe is dit relatief aangenaam rondrennen en af en toe springen. Oh, dat is niet handig. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Ik heb hier wel vertrouwen in. Net ging het ook wel goed. We moeten gewoon niet te scherpe bochten maken. Dat werkt natuurlijk niet bij een speedrun. Zo, oké, ja, dat krijg je als je A en D doet. Oké, hij geeft wel slimme tips. Hij is slim. Of zij, ik weet het niet. Het zou ook een zij kunnen zijn. Wortel 8. Ik denk dat het een hij is. Ik heb gewoon zo'n vermoeden. We gaan spring! Oké, we gaan door. En nu... Oké, ik ga je even snel wachten. Want... ik ga daar niet meer wachten. Nee, ik moet wel heel even wachten. Anders dan komen we die bocht niet om. En dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Want we moeten wel natuurlijk de bocht om. We gaan verder hierheen. Spring! Oké, kijk eens aan. Spring nog een keer. Up, spring nog een keer. Kijk, dat werkt. Oké, en nu gaan we gewoon zo door. Kijk eens aan, dit gaat helemaal goed komen zo. Spring, nee. Ah! Zit er geen checkpoints in? Hij heeft hem wel moeten... Oh, daar zit een checkpoint. Oké, we waren bijna bij een checkpoint. Nou, dan moet het wel lukken. Ik heb er wel vertrouwen in. Zolang ik geen A en D gebruik natuurlijk. Nou, als ik nu nog één keer doodga, dan hebben we de 100 deaths bereikt en dan... Ja, dan word ik even heel depressief, denk ik. Want het is, je wil geen 100 deaths. Je wil niet 100 keer dood gaan in een map. Terwijl de maker maar 14 keer dood is gegaan. Maar goed, ik denk toch dat we eraan zullen moeten gaan wennen. Want het ziet er toch naar uit dat dat is wat er gaat gebeuren. Maar, misschien ook wel niet. Want we zijn bijna bij de... Sorry dat ik spring. Ik wil het gewoon heel graag halen. Oké, we hebben een checkpoint. Daar moeten we nog helemaal naartoe. Dat betekent dat we helemaal daarheen moeten rennen. En er zit geen checkpoint meer tussen. Dus we gaan er gewoon voor. Spring. We gaan doorrennen. Up. Oh, nee. Door. Oké. Dit gaat... we hebben wel de 100 deaths. Nu 101 zelfs. Dus het gaat helemaal de goede kant op. Dit is zo moeilijk. Dat draaien daar. Het is echt heel... Oké. En het is moeilijk ook om te springen blijkbaar. Maar het is echt heel moeilijk om daar... Nou, het is echt heel moeilijk om daar snel te kunnen draaien
Zodat je gewoon eroverheen kunt blijven rennen. Want ik kan ook gaan springen, maar... kom op, en draai, en draai. Nee! Zeg, zag, zeg, zag, zeg. Nee, ik zegde toen ik had moeten zaggen. Ja, eindelijk. Oké, dat betekent dat we nu onze checkpoint weer hebben. En dat betekent dat we nu het allerlaatste stuk van de hele map kunnen gaan doen. En dit is niet hoe ik dit moet doen. Ik spring er gewoon vrolijk overheen, terwijl ik eigenlijk gewoon heel hard moet zigzaggen daar in plaats van springen. Volgens mij is het zelfs een beetje cheaten als ik daar aan het springen ben. Maar het zigzaggen is wel het moeilijke. Oké, dan gaan we het laatste stuk van allemaal. Eindelijk. Bedankt voor het spelen. Ja, eindelijk. Oké, nee, niet eindelijk. Want ik vond het echt een ontzettend gave map. Hij zat heel goed in elkaar. Het nut van de textpacks zie ik er niet helemaal in. Maar ik vind het wel heel grappig dat hij overal mijn hoofd heeft neergezet. Dus die geef ik hem. Ik vond het echt een hele leuke map. Wat heeft nu gezien? Bedankt voor het spelen. Nee, jij bedankt voor het maken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het echt een hele leuke map. Als je het wil, zou ik graag een storyline map voor je maken. Dat kan ook nog. Je mag maar, stuur me op. Wie weet speel ik. Wil jij nou ook een map opsturen? Dat kan. Stuur je dan op Discord naar mij toe. Het linkje van mijn Discord staat in de beschrijving. En wie weet speel ik de volgende keer wel jouw map. Het punt voor deze map is een dikke 8,5. Want ik vond het echt een hele goede map. Hij zat goed in elkaar. De dropper was wel iets te moeilijk. De regenboogdropper. Maar voor de rest werkt het goed. De quiz was heel leuk met de noodblokgeluidjes. Nou ja, allemaal die kleine dingen hier. Die find the button. Vond ik leuk dat je twee keer dezelfde map hebt gebruikt. En met wat verschillen erin. De speedrun was heel moeilijk. Vooral dat zigzaggen. Maar ik heb het uiteindelijk toch gehaald. Misschien niet helemaal op de goede manier. Maar ik heb het gehaald en er stond nergens dat ik niet mocht springen. Dus ik vond het een leuke map. Daarom een 8,5. Hopelijk vond je het allemaal een super vette video. Mocht het zo zijn, dat ik dan zeker even op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik natuurlijk dat ik jullie allemaal terugzie bij de volgende video op dit kanaal. See you all later!